ook wel slagroom, maar draaien gewoon een slagroom. Slagroom? Slagroom. Helemaal, hè? Leg hier! Helemaal goed. Je hebt een shotje weer, vriend. Allebei. Ah, nee. Drank doorgeven. Oké. Okay. Dat is een jouw top, hè? Ja, lekker. Atje voor de sfeer. Ga door, moet op, moet op, moet op, moet op. Maar gaat goed, gaat goed. Klein stukje, klein stukje. Zoe. Hey, complimenten, Zoe. Ze zijn hier niet zo actief als Gesso, maar ze doen het best. Gewoon weer vrolijk verder aan de slag. Jullie weten allemaal wat jullie te doen staat, want vanavond gaan we ons lekker richten op Tropicana. Heaven is al uitverkocht, dus het valt ook niet meer te verkopen. Sommigen mogen op de strip gaan staan, sommigen weten natuurlijk als je scooterronde hebt, ga je lekker je scooterronde doen. Hoi, ik ben Senne, ik ben 18 jaar oud en ik kom uit Brabant. Nou, vorig jaar ben ik hier zelf op vakantie geweest en ik vond het hier zo leuk dat ik gewoon terugkwam. Hoi, mijn naam is Zoe, ik ben 18 jaar oud en ik kom uit Den Haag. Hoi, ik ben Iris, ik ben 18 jaar oud en ik kom uit Brabant. Ik stond eigenlijk achter de bar, maar ik vond het zo leuk om mensen aan te spreken dat ik propper ben geworden. Ik ben Esteban, 31 jaar oud, kom uit Groningen. Ik ben propper geworden omdat ik van het nachtleven hou, van zuipen hou en van gezelligheid. Mijn functie, ik regel de VIP in Heaven, dus als je een tafel nodig hebt, bericht mij alsjeblieft. Mijn naam is Paul, ik ben 20 jaar oud, ik kom uit Haarlem. Waarom ben ik propper geworden? Ik ben geen propper geworden, ik ben propper geboren. Waar denk je anders dat de P in Paul voor staat? Voor Paul de propper. Ik zet jou zo goed, einde van de week noem je Paul de topper. Waarom Albufeira? Ik was vorig jaar in Mallorca geweest, ik heb daar gerild, ik heb daar gedomineerd. Ik ben op zoek naar een nieuw blok om te gaan runnen, je weet. Waarom Heaven en Tropicana? Omdat ik mensen goed wil zetten. Ik wil mensen naar het paradijs brengen, ik wil mensen gewoon laten hemelen. Waarom denk je anders dat mijn club Heaven Heaven heet? Waarom ik ga wild om, we gaan tropicaal, we gaan in de jungle. Waarom is Tropicana ook anders? Je weet het, daar zijn wij. Hey, ik ben Huub, ben 20 jaar, ik kom uit Assendelft, een boerendorp in Noord-Holland. En ik ben Sam, ik kom uit Amsterdam. Ik ben grote vrienden met Huub. Wij zijn samen dit avontuur aangegaan en ik ben 19 jaar oud. Ik ben Lisa, 22 jaar oud. Ik kom uit Voorhout. En ik ben al 4 jaar lang propper voor de beste club van Albufeira, Club Heaven en Club Tropicana. Eerst wil ik jullie bedanken voor die warme welkom, voor alle hulp tot nu toe. Ja. Hey, als eerste vraag, wat is jullie functie zo? Los van dat wij met de proppers bezig zijn, doen we voornamelijk ook themafeesten, dat doet zij voornamelijk dan. Met goedkeuring natuurlijk van beide eigenaren. Hey, en de poolparty was hier al, is die later aangelegd? De poolparty was hier al, maar het was kleinschalig. Ik denk met 100 man. Nou, we zijn 7 jaar geleden begonnen met echt de verkoop voor de poolparty en inmiddels is dat als standaard. Ja, standaard. Dat is echt, ik geloof dat het een ontzettend groot begrip hier in Portugal of in Albufeira. Zie jullie, ik ben bij die vergaderingen geweest, jullie geven ook aan, Heaven verkoopt zichzelf. Je hoeft niet te proppen voor Heaven, want dan gaat automatisch richt je op de andere clubs. Dat klopt, hè? Ja. Want het heeft gewoon een naam. Heaven. Ja. Heaven is heel bekend geworden. Ik denk dat onze poppers, het voordeel wat onze poppers hebben, is dat ze inderdaad niet meer vet hard hoeven te pushen voor Heaven. Want de mensen die hier komen vanuit Nederland, dat weten het al. Naast dat Albufeira natuurlijk een hele mooie plek is, dat merk je ook, dat vinden gasten ook leuk. Maar hebben we echt een goede strip met dus een aantal grote clubs. Dus het is niet zo dat je om 3 uur dan nee, op de top. Dat is echt een voordeel, want als ik ben tot 6 uur eind, ik heb gesloten. Dus normaal om 4 uur is het klaar en hier gaat het gewoon door. En dat is echt wat jullie slim gedaan, vind ik ook, van de ene club naar de andere club. Maar Tropicana gaat ook gewoon tot 6 uur door. Precies, en niks door kruist in principe. Ja, daarom. Naar alle feesten toe. Okay. En wat hij zegt, het aanbod is heel groot. Dus we hebben niet alleen één club, maar ze kunnen naar de poolparty, ze kunnen naar Tropicana, naar de themafeesten, naar de technofeesten. En laten we niet vergeten, we zijn nog niet klaar. Als je daar naartoe kijkt, ja. Weer een nieuwe zaak die erbij komt. Hè? Heaven Warehouse. Nou, dan heb ik nog één belangrijke vraag, in ieder geval vragen jullie. Kunnen de kijkers laten weten waar de proppers
zich aan moeten voldoen om hier te solliciteren. Hoe moet ze solliciteren? Hoe kunnen ze hier... Dat ze zeggen, ja, ik vind dat ongeveer zo leuk, ik wil hier ook werken. Nou, het voornaamste is dat je gewoon heel leuk moet zijn. Dat is het allerbelangrijkste. Weet je, een goed gevoel moet hebben, want we willen elkaar hier ook wat gunnen. Dus ben je en heel leuk. En je houdt van in groepen werken, je houdt van om mensen aanspreken, je hebt een vlot babbeltje. Je ziet er een beetje leuk uit. Nou, dan ben je natuurlijk vandaag ook. Wij zullen hier onderaan even de sites en Instagram even benoemen. Dus dan kun je gewoon hier onderaan klikken en dan kun je solliciteren als je in Albufeira met de leukste clubs wil werken. Ja, we gaan nu dus naar Villa toe. Groepje jongens. Groep was nog niet compleet. 5 wouden, 3 wisten nog niet zeker, dus kijken of we de andere 3 ook over kunnen halen. Stukje rijden, maar dan stappen jullie ook gelijk waarom wij dus op een scooter werken. Ik begrijp het niet. Ja. De eerste plek waar ik met scooters rijd, dat is echt leuk. Ja. Kom ik gezellig binnen in onze quiz. Kijk! Ah. Ja. Villa Yvonne! Villa Yvonne! Zeker! Ja. Leuk man, en heel, heel chill dat wij even langs mochten komen. Zeker, zeker. Ja, echt heel gastvrij. En hier is goedemiddag, de kinderen ook niet mooi. Oké, ik had al een aantal van jullie gesproken op de strip en jullie vonden het weekbaardje wel heel interessant. Nou, ik zou even heel kort uitleggen hoe een weekbaardje in elkaar zit. Nou, wat het dus is, je gaat een aantal artiesten zien in de Heaven. Verder heb je nog een aantal studentenavonden in Tropicana. Heaven heeft capaciteit van 1200, Club Tropicana heeft capaciteit van 800. Bij jullie weekbaardje krijgen jullie ook dus combi-deals. Dus jullie krijgen ook drank bij Tropicana erin begrepen. En bij Heaven heb je natuurlijk de artiesten. Tropicana komen ook artiesten. Wat ik voor jullie kan doen, ik had net al een pakketje samengesteld met die andere jongens. Vanavond wouden jullie vrij houden voor eventueel een ander evenement. Morgen krijgen jullie met jullie weekbandje sowieso toegang tot Busy en Partyspot in Club Heaven. Hey, zie ik mijn handje voor de camera? Ja, Zaterdag wordt voor jullie een hele lange dag. Want jullie hebben eerst van 4 tot 8 hebben jullie de poolparty in de tuin van Heaven. Daarna gaan jullie naar Club Tropicana. Bij jullie weekbandje krijgen jullie een bucket pp. Nou ja, wat is een bucket? We hebben op zaterdag de full moon party. Dus je komt binnen, meiden worden beschilderd. Jullie krijgen allemaal een bucketdrank pp. Bij jullie weekbandje hoeven jullie niet in de rij te staan. De rij voor Heaven is echt 1,5 uur à 2 uur lang. Waarom? Mensen kopen online een kaartje. Die moeten de QR-code scannen bij de deur. Hey, superleuk. Jullie weten waar de locatie is. Voor de ticketshop. Ja. Die zijn ook weer bij Appenvisser geweest. Ja. Ja. Oké, okay, nou daarnaast is dus de ticketshop. Staat heel groot Get Ticket. Daar kunnen jullie je tickets ophalen. Hey, dankjewel, hè. Zo, dankjewel. Doei. Vond ik heb je ons.